Voor de shakshuka begin je met het verhitten van de olijfolie in een pan. Dan voeg je de uien en de rode paprika toe en die bak je dan tot ze zacht zijn. Het duurt ongeveer 1 à 2 minuten, dat doe je op matig vuur. Dan begint alles te kleuren, voeg je de paprika poeder toe en de chili vlokken. En dat bak je dan gedurende 5 minuten. Je zult zien dat de uien dan lichtbruin beginnen te worden en de paprika lekker zacht. Dan gaan de tomaten erbij en dat bak je dan op matig vuur gedurende 2 à 3 minuten. Alles wordt dan lekker zacht. Dan maak je een kuiltje in het groentemengsel en dan breek je dan de eieren in. En dan bak je ze net zo lang zoals jij ze wilt hebben. Hard of een zachte dooier. En verdeel je dat over de bonnen.